De zorgpremies van alle verzekeringen zijn sinds vandaag bekend. En het overstapcircus kan dus beginnen. Veel te bespreken en daarom bij mij in de studio Ben Woldering van vergelijkingssite poliswijzer.nl. Ben, welkom. Het is altijd weer een heel circus inderdaad, hè, zoals ik al zei. Hoe zit het nou met omhoog of omlaag? Worden de verzekeringen nou goedkoper of duurder? De laatste premies zijn vannacht bekend gemaakt en we hebben alles bekeken en je ziet dat eigenlijk driekwart van de polissen duurder wordt. Ja. Er zijn een paar polissen die gelijk blijven qua premie, een paar dus die goedkoper worden, maar het overgrote deel gaat in prijs omhoog. Ja, dus de verzekeraars hebben besloten om gewoon meer premie te vragen aan de mensen die verzekerd zijn. Precies. En daarnaast verandert de collectiviteitskorting. Die gaat van 10% naar 5% Ja. Dit jaar. Wat is collectiviteitskorting? Even voor wie dat niet weet. Ja, in Nederland kun je je zorgverzekering individueel afsluiten. Dus een soort zorgverzekering op maat, zeg maar. Of je gaat in een werkgeverscollectief of een collectief van je sportvereniging. En daar kon altijd een korting gegeven worden tot maximaal 10%. Ja. En de overheid heeft gezegd dat willen we niet meer. Die korting moet maximaal 5% bedragen. Ja. En daarmee zie je eigenlijk dat voordeel van een collectief minder groot is geworden. En dat juist de mensen die dus op een werkgeverscollectief of op een verenigingscollectief zitten, dat die er nu verstandig aan doen om te kijken of het niet veel handiger is om een individuele zorgverzekering op maat uit te zoeken. En het gaat om een groot deel van de Nederlandse bevolking. Voor mij zo'n 60% ongeveer is collectief verzekerd via het zijn een vakbond, inderdaad, het zijn een vereniging, het zijn een werkgever. Ja, je ziet dat die percentages iets aflopen. Ja. Een aantal jaren geleden lag dat nog meer richting de 70%. En nu gaat dat langzaamaan richting 60%. En de verwachting is dat die trend verder naar beneden zal gaan. Maar ja, eerste conclusie is in ieder geval, de verzekeringen zijn duurder geworden en de collectiviteitskorting gaat naar beneden. Dus onder de streep voor veel mensen duurder. Aanvullende pakketten. Hoe staat het daarmee? Tandarts, fysiotherapie, loont het nou om je daarvoor extra te verzekeren? Ja, er zijn heel veel aanvullende verzekeringen beschikbaar. En dat is best wel een klus, zeg maar, om dat allemaal naast elkaar te zetten. Heel veel variabelen. Precies. Wat je ziet is dat de afgelopen jaren er een trend is dat heel veel van die aanvullende verzekeringen meer een soort abonnementen zijn geworden voor een bepaald voor een bepaalde zorgbehoefte. Ja. Bijvoorbeeld een fysio aanvullende verzekering of een aanvullende verzekering voor brillen en lenzen. En je ziet dan vaak dat je voor een bepaald maandbedrag je die zorg kunt verzekeren. Maar dat maandbedrag zo hoog is dat je eigenlijk bijna een soort abonnement neemt op die zorgbehoeften. Dus, ja, want als je onderaan de streep kijkt, dan moet je echt veel naar de fysiotherapeut gaan om dat er dan weer uit te halen, bij wijze van spreken. Exact. Dus als je nu al weet dat je volgend jaar 20 keer naar de fysio gaat, omdat je dan moet revalideren of zo. Exact. Ja. Dan heeft het zeker zin om zo'n aanvullende verzekering te nemen. Want dan krijg je eigenlijk 15 behandelingen voor de prijs van 20. Daar komt het feitelijk op neer. Ja. Maar als je het ene jaar wel gebruik maakt van de fysio, het andere jaar niet, dan zou je beter die paar keer dat je er naartoe gaat, het zelf kunnen betalen. Ja. Het geld dat je uitspaart met zo'n aanvullende verzekering aan andere dingen besteden of lekker aan de kant zetten voor het geval dat je een keer naar de fysio moet. Ja, dus voor de aanvullende verzekeringen is het gewoon goed rekenen en alles over een jaar bekijken in ieder geval. Het eigen risico, dat is wettelijk is dat bepaald. €385 wordt dat voor 2020. Alleen, er zijn altijd verzekeraars die lokken jou met extra eigen risico en dan voor minder premie, toch? Precies. Hoe is het daarmee gesteld? Eigen risico, dat zag je de afgelopen jaren oplopen. Gelukkig is dat voor volgend jaar gelijk gebleven. Dus dat is in principe wel mooi nieuws voor alle Nederlanders, dat in ieder geval niet nog verder omhoog gaat. Nee, want het is voor jaren aan het stijgen. Precies. Dus volgend jaar ook €385. En er is een mogelijkheid dat je dat eigen risico verhoogt. En dat kun je bijvoorbeeld met €500 verhogen. Dus dan hoog je dat op tot €885. Ja. En het voordeel dat je daarin krijgt in de vorm van een lagere premie op je basisverzekering, dat is behoorlijk. Dus dan praat je al gauw over €200 tot €250. Dat scheelt op jaarbasis aan premie voor je basisverzekering. Ja. Dus in principe zou je kunnen zeggen, als je 2 jaar
niet gebruik maakt van hele dure medicijnen via de apotheek. Of dat je in het ziekenhuis terechtkomt voor een behandeling. En je hebt dus een lage zorgbehoefte. Dan zou je dus kunnen zeggen, ik ga mijn eigen risico verhogen. En ja, ik neem die gok als het ware. Want ja. Je verhoogt je risico met €500. Maar je krijgt al direct in de vorm van een lagere premie €250 terug. En ja. Als je een keer medicijnen nodig hebt die niet vergoed worden en dus uit je eigen risico betaald moeten worden, dan zou je ook als je het eigen risico niet verhoogt, altijd al die eerste €385 zelf moeten betalen. Ja. Dus of je hem nu verhoogt of niet, die eerste €385 die ben je altijd kwijt. Ja, nog heel even terug naar die aanvullende verzekering. Hè. De tandartsverzekering is natuurlijk ook heel erg belangrijk. Je zei van, soms is het best wel aantrekkelijk om over te stappen, hè, want die collectiviteitskorting neemt af. Hoe zit het met saneren? Kun je zomaar overstappen van verzekeraar naar verzekeraar? Is er nog iets veranderd in het eisenpakket dat de tandarts de verzekeraar daaraan stelt? Ja, in principe geldt er een verzekeringsplicht voor alle basisverzekeringen. Dus als je overstapt van de ene verzekeraar naar de andere, dan is er een plicht om jou te accepteren. Ja. Voor de aanvullende verzekeringen geldt die acceptatieplicht niet. Nee, dan willen ze eigenlijk dat je zo gezond mogelijk bent. Exact. Maar ja. Gelukkig zijn de meeste verzekeraars daarin wel solidair en accepteren zoveel mogelijk mensen voor die aanvullende verzekering. Alleen, we zien wel een verandering op dat gebied. We hebben alle polissen weer bekeken op poliswijzer.nl. En wat we zien is dat er een aantal verzekeraars nu zeggen, als jij een tandverzekering neemt, en je wilt een kroon of wat dan ook. Precies, en je wilt je verzekeren voor bijvoorbeeld €1000. Ja. Dan gaan we vragen stellen van zit er iets aan te komen? Ja, precies. Jaar? En dan kan het zijn dat ze zeggen, nee, dan willen we jou niet als klant hebben. Afgelopen jaar zagen we dat die vragen eigenlijk vanaf zo'n €750 gesteld gingen worden. Als je dus voor €750 verzekerd wilt zijn. Dit jaar zien we dat die vragen al bij verschillende verzekeraars vanaf €500. Aha, dus ook die norm wordt lager. Exact. Ja. Ja. Nog een andere leuke trend was, die kwam van verzekeraar Ora, dat je ook een aantal behandelingen mee kon nemen naar het jaar erop. Is dat nieuw? Dat je zeg maar als het ware vakantiedagen mee kan nemen, een beetje dat systeem? Precies, je ziet inderdaad dat een paar verzekeraars met nieuwe elementen komen. Ja. Die we inderdaad kennen, bijvoorbeeld van de telecommarkt. Ja. Je belminuten kan meenemen of je data mee kan nemen naar een volgende maand. Ora die komt inderdaad met een visio aanvullend pakket. Waarbij je de niet gebruikte behandelingen van het ene jaar mee kunt nemen naar het volgende jaar. Dus ik denk goed nieuws voor heel veel fysiotherapeuten en ook voor heel veel Nederlanders die een beetje op de grens zitten van maak ik die behandelingen nu op in een jaar of niet. Ja. Ook zie je dat een aantal verzekeraars met extra services komen. Zoals een gezondheidsplatform of Samen Gezond. Om een soort community zeg maar, te creëren. Ja. Dat je tips en ervaringen kan uitwisselen. Ja. Het grootste verschil tussen de duurdere verzekeringen en de wat goedkopere verzekeringen, is er een soort top 5 samen te stellen van dat is bedrag X en dat is bedrag Y? Ja, we hebben even de top 5 op een rijtje gezet. En als je kijkt naar de goedkoopste polis voor volgend jaar, die zit op €101,95. Ja. De duurste polis, die zitten op een bedrag dat €41 per maand hoger ligt. Ja. Dus dan praat je toch over een prijsverschil van bijna €500 op jaarbasis. Ja. Daar moet wel bij gezegd worden dat de ene een restitutiepolis is. Ja. Dus een polis dus waar je overal terecht kan en dat je de kosten kunt declareren bij je zorgverzekeraar. Terwijl de goedkoopste polis een Natura-polis is die een beperkte dekking biedt. En die beperkte dekking, dat betekent niet dat je in spoedeisende situaties niet overal geholpen wordt. Want bij spoed word je ook bij de allergoedkoopste verzekeraar, geholpen? Word je altijd in elk ziekenhuis geholpen. Maar voor specialisten? Maar voor specialisten heb je daar een beperktere keuze. Dan moet je misschien wat meer rondrijden in de rest van Nederland. Je kunt misschien niet in je eigen woonplaats, maar moet je een stukje verder reizen voor een specialist. Exact.
contract. En dat kan heel vervelend zijn, want zeker voor mensen die op leeftijd zijn of die altijd naar een bepaalde specialist gaan, dan is het heel belangrijk om, ook als je dus niet overstapt, wel te kijken of volgend jaar jouw specialist, jouw ziekenhuis, jouw zorgaanbieder nog gecontracteerd is. Want elk jaar veranderen die dingen. Dus ja. Eigenlijk de tip is, ook als je niet wil overstappen, ga toch eventjes vergelijken wat verzekeraar heeft gedaan met de polis qua voorwaarden voor volgend jaar en qua contracteringen van de zorgverleners. Ja, en wat jij ook adviseert is dat er eigenlijk als het ware een soort paraplu van vier, vijf grote verzekeraars over alle verzekeringen heen hangt. En dat je eigenlijk binnen die familie ook een beetje moet kijken welke eronder valt en dat je misschien naar een andere verzekeraar gaat en die valt eigenlijk onder dezelfde moedermaatschappij. Ja, dat klopt inderdaad. De 85% van alle Nederlanders is verzekerd bij een van de vier grote concerns. En dat zijn dan concerns met bekende namen, hè, zoals ja. Achmea, Menses, VGZ, CZ, de grote namen. Maar die hebben ook allemaal internetlabels, directlabels, submerken. En ik merk heel vaak dat er mensen ook wel eens zeggen van Ben, ik heb helemaal geen zin om over te stappen. Want ik ben hartstikke tevreden bij bijvoorbeeld bij CZ of ik ben heel tevreden bij VGZ. Maar wat ze dan niet beseffen is dat vaak er een sublabel is die net zo'n uitgebreide polis biedt. Vaak ook dezelfde klantenservice aanbiedt, maar tegen een veel lager tarief. Dus zelfs als je binnen de familie wilt blijven, niet wilt overstappen naar een ander, dan is er heel veel financieel voordeel te halen door toch eventjes te kijken van wie zit er binnen de groep waar ik nu verzekerd ben als sublabel. En als je dat wilt zien, dat kun je allemaal in de vergelijker terugvinden. In de vergelijker, onder andere op polisenwijze.nl en ook op telegraaf.nl staat allerlei informatie. Tot wanneer hebben de mensen om over te stappen? Welke deadline moeten ze in de gaten houden? Mensen hebben tot 31 januari volgend jaar om over te stappen. Maar dan moeten ze zorgen dat het administratief wel ook echt op die datum geregeld is? Exact. Dus eigenlijk is de tip, doe het voor 1 januari. Want doe je het voor 1 januari, dan zegt je nieuwe verzekeraar automatisch de oude polis op. Dus dan is het een heel eenvoudig klusje. Ja. Ga je pas in januari een nieuwe polis uitzoeken, dan moet je zelf je oude verzekeraar voor 1 januari hebben opgezegd. Dus eigenlijk de tip is, voor 1 januari moet je dan meer zelf regelen. Precies. Dus wil je dat niet, wil je gewoon eenvoud en gemak, kijk dan voor 1 januari dan heb je alles netjes geregeld en regelt de nieuwe aanbieder dat het overgaat. En kan een kind de was doen. Ben Woldering van vergelijkingssite polisenwijze.nl. Dankjewel. Graag gedaan.